We bevinden ons in de parklounge van Park Groenendaal. Een belangrijke ruimte, ze wordt immers gerealiseerd op de kap die gelegen is boven de Oosterweelverbinding, boven de ring. De parklounge is echt het centrale deel van Park Groenendaal. Ze spreidt zich uit ten noorden en ten zuiden van de Groenendaallaan. Aansluitend bij het station Luchtbal bevinden zich twee verzonken stationspleinen, die met een passerel met elkaar verbonden zijn. Ten noorden van de Groenendaallaan bevindt zich de parklounge, een ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten. Ruimte voor spel, voor avontuur, voor genieten van het park. Die dan verder aansluit richting Merksem. Over de Groenendaallaan bevindt zich een ecologische corridor die noordwest gericht is. Ten zuiden van de Groenendaallaan bevindt zich een royale groene ruimte, een echte parkruimte, die op maat gemaakt wordt van een toekomstige stadsserre. De stadsserre die een stedelijke attractie wordt voor de stad, maar ook voor de woonwijken rondom rond. De invulling, het programma van die stadsserre is nog een lange zoektocht. Maar dat het een belangrijke functie is, daar zijn we van overtuigd. Hier zien we een collage van die parklounge. Een wat informele ruimte waar ontmoetingen mogelijk worden en die de connectie maakt, de verbinding maakt tussen enerzijds Merksem en anderzijds Luchtbal.